Iedere week, dus we hebben dingen op functionaliteiten en vooral gebruiksvriendelijkheid. Deze week de AirPods Max tegenover de Sony WH-1000X Mark IV. Ja, Sony staat al jaren aan de top als het om koptelefoons gaat. De nieuwe Sony WH-1000X Mark IV is wat dat betreft ook weer een groot succes. Maar hoe houdt de koptelefoon zich staande tegenover de AirPods Max van Apple? Qua naam niet in ieder geval, want die zijn we inmiddels alweer vergeten. We beoordeelden beide koptelefoons op 5 verschillende rondes waar een punt te verdienen is. De koptelefoon met de meeste punten, die wint. We beginnen de strijd met de hardware. Hoe mooi of lelijk de koptelefoons zijn, is een kwestie van smaak. Dus daar ga ik de vingers niet aan branden vandaag. Wel kijk ik naar de bouwkwaliteit en de aansluitingen. Wat dat betreft valt de AirPods Max in positieve zin op. De oorschelpen die zijn van aluminium en het frame van roestvrij staal. En de oorkussens van akoestisch traagschuim. Dat zorgt er niet alleen voor dat de koptelefoon altijd perfect zit, maar ook nog eens de boel goed ventileert. Nou, deze combinatie zorgt er alleen wel voor dat de AirPods Max, met een gewicht van 384 gram, best wel zwaar is. Desondanks zit hij heerlijk op het koppie. Qua aansluitingen is het overigens best karig. Hij beschikt bijvoorbeeld niet over een 3,5 mm headphone jack en ook niet over een USB-C aansluiting. Je zal het dus met de Lightning Port moeten doen. De Sony WH nog wat is gemaakt van plastic en heeft een leren hoofdband. Dit zorgt ervoor dat de koptelefoon veel gevoeliger is voor schade. Maar anderzijds dan ook wel weer dat het een gewicht van 255 gram heeft, waardoor die iets lekkerder op je hoofd zit. Ja, qua aansluitingen zit het overigens ook goed. De 3,5 mm headphone jack en USB-C aansluiting zijn aanwezig. De AirPods Max is dan misschien wel iets zwaarder, maar kan door de materialen veel beter tegen een stootje. Hij zit iets minder lekker, maar het verschil is echt heel klein. De koptelefoon van Apple zit simpelweg beter in elkaar en wint dus de eerste ronde. De AirPods Max heeft een geluidskwaliteit waar je u tegen zet. Het geluid knalt als het ware naar binnen, is kraakhelder en beschikt over veel diepte. De koptelefoon weet, mede dankzij de ijzersterke ruisonderdrukking, het meeste uit alle genres te halen. De microfoon filtert het achtergrondgeluid dusdanig goed dat je altijd duidelijk verstaanbaar bent. En de transparantiemodus is simpelweg beter dan welke koptelefoon van de markt dan ook. Sony die staat al jaren bekend om zijn indrukwekkende ruisonderdrukking en doet ook nu weer hele goede zaken. De geluidskwaliteit leent zich, met indrukwekkende bastonen, misschien voor een aantal specifieke genres, maar legt het wel af tegen de AirPods Max. Wat betreft de ambient sound valt er ook nog terrein te winnen, mede dankzij het volume van de microfoons. Geluiden komen daardoor hard binnen en het zorgt ervoor dat je constant een ruis hoort. Iets dat dan ook het geval is wanneer je de koptelefoon gebruikt voor telefoongesprekken bijvoorbeeld. De Sony WH-1000X Mark IV is op het gebied van geluidskwaliteit een goede optie, maar legt het echt af tegen het model van Apple. Dat ding is simpelweg van een heel ander kaliber. Het punt gaat dus naar Apple. De AirPods Max maakt op batterijgebied zeker geen indruk. De koptelefoon gaat op een volle lading 20 uur mee en is binnen 5 minuten voldoende opgeladen om weer 1,5 uur te kunnen luisteren. Ja, het grootste probleem van dit model is dat hij niet voorzien is van een uitknop. Wanneer de koptelefoon op tafel ligt, zoals nu, loopt hij dus net zo hard leeg dan wanneer je hem daadwerkelijk gebruikt. Nou, Apple heeft daar een oplossing voor, namelijk de Smart Case. Alleen slaat het de plank met deze lachwekkende BH, of toch wel een handtas, ja, volledig mis. Het hoesje biedt weinig bescherming, is niet helemaal goed uitgelijnd en laat het meest kwetsbare deel van de Max bloot liggen. Je zou er toch aan moeten wennen, want zonder dit ding loop je altijd met een lege koptelefoon rond. De Sony WH-1000X Mark IV is voorzien van een uitknop en wint dus deze ronde. Ja, dat is overigens niet de enige reden hoor. De accuduur van 30 uur en 38 uur zonder ruisonderdrukking helpt natuurlijk ook mee. Daarbij laat je de koptelefoon in 10 minuten voldoende op om hem weer 5 uur te kunnen gebruiken. Deze ronde gaat naar Sony. Nou, naast de ruisonderdrukking en de transparantiemodus beschikt de AirPods Max ook over spatial audio. Ja, via deze weg is het mogelijk om films en series met surround sound te kijken.
En het handige daarvan is dat het geluid simpelweg met je hoofd meebeweegt. Wat dat betreft doet Adaptive EQ praktisch gezien hetzelfde. Alleen kijk deze functie naar hoe je het apparaat opzet, zodat je altijd het juiste geluid te horen krijgt. Sony beschikt over een interessante speak-to-chat functie. Wanneer jij praat, schakelt de koptelefoon automatisch over naar ambient sound en wordt de muziek gepauzeerd. Om vervolgens weer verder te gaan wanneer jij je mond houdt. Maar het grootste voordeel is de Headphones Connect app. Hiermee is het mogelijk om de koptelefoon van top tot teen helemaal naar eigen smaak in te stellen. Wat ervoor zorgt dat hij voor ieder wat wils te bieden heeft. Ja, en dat is dan ook de reden dat ronde 4 voor Sony is. Over de verhouding tussen prijs en kwaliteit kunnen we wel heel erg kort zijn. De Sony kost €350 en voor de AirPods Max tik je €639 af. In een vergelijking als deze zou dat betekenen dat de Max bijna 2 keer zo goed moet zijn als de XM4. Iets dat zeker weten niet het geval is. Deze ronde ook weer naar Sony. De AirPods Max en de Sony WH-1000X Mark IV zijn 2 uiterst indrukwekkende koptelefoons, maar liggen qua adviesprijs totaal niet bij elkaar in de buurt. De test van vandaag wijst uit dat de geluidskwaliteit van de Max te hoog gegrepen is voor Sony en dat ook de bouwkwaliteit nog ruimte voor verbetering biedt. Maar kijken we naar de batterij, de functionaliteiten en naar die prijs, ja, dan is Sony de absolute winnaar van deze test. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.